Wij als de Boemerang zijn heel blij dat we als kleine vereniging deze wereldbeker mogen organiseren. En eigenlijk zijn we daarmee terechtgekomen omdat ik jaren actief ben in de internationale korfbalwereld in allerlei functies. En op een gegeven moment hebben wij 18 jaar geleden een spelpijlproject opgezet om verbetering van een spelpijl te krijgen hier in District Zuid. En in Duitsland, waar ik toen met name bezig was als development officer. Ja, eigenlijk binnen no time hadden wij een locatie nodig met twee hallen. En die waren hier in Schijnhold beschikbaar. En zodoende is er contact gezocht door de bond, het KNKV, met de Boemerang. Om samen met het KNKV dit evenement op te gaan zetten. En in de loop der jaren is het uitgegroeid naar wat het dus nu is. Uit alle werelddelen krijgen we hier deelnemers. Dames en heren, ladies and gentlemen, welcome to the opening ceremony of the U17 Korfball World Cup 2016. We are very, very honored that this year 10 countries participate in this tournament. And the tournament is organized by Korfball Club De Boemerang in collaboration with the Royal Dutch Korfball Association and the International Korfball Federation. Je krijgt dadelijk drie ballen, Milou, je krijgt drie ballen, die zijn niet voor jullie. Die moet je aan opa geven en dan geeft opa die aan Boemerang. Oké? Okay? Nou, kijk, ga ze maar halen. Eentje voor. Ja, geef maar aan opa. Ja, en de laatste ook. Kijk. Zo. So, I wish you a very nice day. And I have the honor to wish you a great time. And let's play korfbal. Everybody in the world. Het is een hele klus aan het worden, zeker ook omdat er zoveel teams komen uit alle hoeken van de wereld. En ja, die komen niet zomaar voor twee dagjes. Dus ja, je moet voor iedereen proberen te regelen dat ze ergens onderdak hebben. De deelnemers die logeren dus hier in de sporthal. Hier logeren 5 teams. Te weten de Dominicaanse Republiek, Portugal, Catalonië, Rusland en Hongarije. Dan zit Duitsland in een groepsaccommodatie, bijvoorbeeld in Sint-Michielsgestel. En een andere club, Taiwan, die logeren bij een korfbalclub in Heelsum, in de buurt van Arnhem. En andere teams die logeren in hotels hier in de buurt. De leeftijdscategorie zoals ook het toernooi begint onder 17 wil dus zeggen dat het voor de deelnemers betekent dat ze dus niet ouder mogen zijn als 17. En de minimumleeftijd is 14. Ja, de Boemerang is voor korfbalbegrippen een relatief kleine vereniging, ongeveer 150 leden. Al jaren hebben wij een stabiel ledenaantal. Gelukkig zien we de laatste tijd een flinke aanwas bij de jeugd. Dat betekent dat we dus nieuwe teams kunnen gaan vormen en dat we dus nog meer jeugd kunnen gebruiken. En vooral jongens, die zijn welkom. Want het is een hele uitdaging om deze sport te mogen doen
Het is één van de meest energieke sporten die er is. En je speelt samen met jongens en meisjes in één team. Dat wil zeggen, in het spel is iedereen gelijk.